De ochtend van Joe. Sven en Anke. Even wat cijfers uit de krant vandaag. Fabio is verantwoordelijk voor het feit dat 13.000 deelnemers aan de dodentocht geen honger en dorst lijden. Groot artikel in de krant. En hij heeft voorzien. Even op een rijtje zetten. 40.000 liter water, 16.000 belegde broodjes en 9.000 bananen. Er zijn 9.000 bananen en 13.000 deelnemers. Er zijn 4.000 sukkelaars die geen banaan krijgen. Maar zit die bij de organisatie? Zit die bij de organisatie, ja, inderdaad. Die krijgen dat allemaal. Ja, dus ik heb even toch vragen aan onze producer, Sylvie. Banaan of geen banaan, Sylvie? Banaan, hè? Banaan. Haal maar in opzij, voor mij. Jij gaat mee wandelen, zeg, aan de dodentocht. Ja. Ik wandel wel eens, maar ja, toch niet zo dat je zo al jarenlang aan het wandelen bent. Het is meer zo eens een keer een uitdaging. Ja, het is een uitdaging. Heb je getraind? Heb je echt goed getraind? Ja, we zijn in januari zo kleine wandelingsjes begonnen. En dat werd meer en meer en langer en langer. En nu heb je 50 kilometer. Ja. Maar is dat het langste dat je mocht doen? Ja? Ze hadden mij gezegd, ze zeggen dan nog, je hebt 50 gedaan, gehaald het. Maar dan denk ik, het is wel nog een dubbele natuurlijk. Ik heb ook wel eens 50 kilometer gewandeld, ook al was ik het boven de 60. Maar dan was ik wel ongeveer op, hoor, eerlijk gezegd. Ja, ik ben ook direct in mijn bed gekropen, ik ben opgestaan en ik heb een dafalgan gepakt. En dat ging wel redelijk. Je voelt het wel natuurlijk een beetje. Als je gaat zitten en dan weer recht staat, dan moet je er even terug uit. Morgen is het zover, zeg. En zo om 9 uur 's avonds. Ja, dan begint dat, hè? Ja, de nacht door. Maar ik hoop dat we dan zo wel wat kilometers kunnen maken. Maar het gaat niet echt warm worden. Nee, dus dat is heel voordeel. Blij met en ook niet regenen. Dus je hebt eigenlijk wel goede weersomstandigheden. Ja, eigenlijk moet lukken, hè. Ja, en doe je het samen met een vriend en een vriendin? Ik doe het samen met mijn familie eigenlijk. Met mijn nichtje en met mijn broer en mijn schoonzus. Maar ik vraag me af hoe dat dan gaat. Is dat dan het eerste uur babbelen en het tweede uur al wat minder? En het derde uur zeggen we even niks? Dan en dan over 20ste het vierde uur gaan we wenen. Het vijfde uur gaan we overwegen van te stoppen. En dan zo, hoe gaat dat, hè? Dat is zo... Ja, we gaan babbelen, maar als ik moe ben of zo, dan ga ik gewoon zwijgen en mijn oortjes insteken en een beetje luisteren op de radio. Ik heb wel veel respect voor dat. Ja, maar we gaan nog zien, hè. Ik hoop echt dat ik het haal. En als ik het haal, dan doet jij volgend jaar ook mee. Hè? Nee, maar het is mij heel vaak al gevraagd om mee te doen, maar ik vind het zo de stap te ver. Omdat ik ben bang dat ik dan... Ik heb al van collega's gezien die het gedaan hebben, die dan een week lang met een rollator moesten rondlopen. Weet je? Ja. Ik niet bij rollator. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ik ben bang dat ik dan 2 weken niet zou kunnen wandelen. En dat heb ik. Ik wil gewoon, ik doe het voor de sportiviteit. Ah, dus je denkt dan, dan kan ik 2 weken niet wandelen. Ja, dan word je gek. Dan word je echt gek in je hoofd. Dan word ik gek in mijn hoofd. Gekker. Ik doe het gewoon om in beweging te blijven. Het zit een beetje anders bij mij. Het is niet die uitdaging heb ik zo niet. Maar goed, superveel respect. Ja, Marijke, mij vooral veel succes. Marijke stuurt, komt helemaal goed, die dodentocht. Ik zal er ook zijn. En 12.998 anderen met jou. En weet je hoe die heet? Marijke Stappers. Ah, die gaat het natuurlijk halen dan.